Vandaag gaan we het hebben over, eigenlijk is de kern, angst, geen kans. Ja, het is jammer dat nu de beamer er niet is. Angst, geen kans doorgeven. Maar door stond eigenlijk tussen haakjes. Dus angst, geen kans geven, maar angst ook geen kans geven doorgeven. 2 Korinthe 9, vers 6 tot en met 11. Bedenk dit. Wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Zo staat er geschreven, gul deelt hij uit aan de armen. Zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. En dan de 2 kernversen eigenlijk voor vandaag. God, die het zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook uw zaad geven en het laten ontkiemen, zodat u vrijgevigheid en rijke oogst opbrengt. U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn. En uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. Ga lekker zitten. Ik wil vandaag met jullie gaan delen over het meest geliefde onderwerp in de kerk. En dat is over geven. Het geven van offers, het geven van tienden. En ik wil daarin niet alleen maar gaan zeggen van ja, zo en zo geloven we dat het moet. Maar ik wil vooral Gods hart achter de principes laten zien. Want ik geloof dat ik Gods hart daarin heb ontdekt. En dat is zoveel mooier. Weet je, heel vaak wordt er gedacht van, ja, als het woord tiende valt, dan is er gelijk vaak een muur van, ja, maar dat was onder de wet. Ik geloof dat God zijn principes heeft niet als wet, maar dat die komen vanuit zijn hart. En dat zijn principes niet zijn omdat hij het nodig heeft, maar omdat wij het nodig hebben. Heel simpel, God heeft jouw tiende, God heeft jouw offer niet nodig. De schepper van hemel en aarde, die alles in zijn hand houdt, die heeft 10% van jouw inkomen niet nodig voor zichzelf. Maar ik ben erachter gekomen, zo vaak hebben we het zelf nodig. En zijn principes hebben we in ons leven nodig. En dat gaan we vandaag ontdekken. En ik besef me dat het het is vaak een beladen onderwerp zodra je over geld gaat praten. En vaak vinden we heel veel dingen heel erg mooi en willen we in heel veel dingen God helemaal volgen, radicaal achteraan gaan, zijn principes oppakken. Op het moment dat we het hebben over, ja, je moet zieken de handen opleggen, dan wordt er niet gezegd van, nou weet je wat, ik doe dat thuis wel in mijn voorbeden moment, maar ik leg je niet de handen op. Nee, dan denken we van, oh, dat is een opdracht in de Bijbel, we leggen iemand de handen op en we bidden voor diegene. Op het moment dat er staat, zie om naar je naaste, dan denken we niet van, oké, dat zijn dan alleen technisch gezien degene die naast me zitten, dus daar scherm ik me ook van af. Nee, dan pakken we het principe van oké, we moeten omkijken naar elkaar. In de gemeente, maar ook in de buurt waar we wonen, we moeten omkijken naar elkaar. We pakken de principes van God, omdat we het hart erachter zien. We zien wat Gods doel en verlangen daarachter is. En ik geloof dat God dat vanochtend ook aan je wil laten zien. Dat hij aan je wil laten zien, als we het gaan hebben over tienden, als we het gaan hebben over offers, dat is er niet omdat God het nodig heeft, maar dat is er voor jou. En dan wordt het opeens heel anders. Dan krijgt er opeens een hele andere dekking, een hele andere lading. Maar ik geloof dat het je gaat zegenen. En we hadden het er met bestuur over. Van, we zeggen elke eerste zondag van de maand van oké, we zijn gewend om de tiende op te halen. En het is ook goed om daar dan wat onderwijs over te geven, een stukje les over te geven. Van oké, wat is in het hart van God? Wat zegt de Bijbel erover? Wat geloven wij als gemeente? En we vinden het belangrijk dat iedereen de visie van de gemeente en het hart van de gemeente overal in proeft, overal in pakt. En je zou bijna zeggen dan, van niet alleen in de geestelijke dingen, maar ook in de praktische dingen en de materiële dingen. Maar eigenlijk is dat het niet, want ook die dingen zijn heel erg geestelijk, ben ik achtergekomen. Ook het geven van een offer, ook het bereid zijn om 8:30 hier te staan om op te bouwen, ook de praktische dingen. Het is allemaal ten diepste ook geestelijk, want waar doe je het voor? We doen het allemaal met dat ene doel en dat is God groot maken. Dus alles vindt zijn oorsprong in dat het ook geestelijk is. En zo ook dit voor vanochtend. God verlangt ernaar om in elk gedeelte van je leven te mogen leiden.
En we zijn bezig met een serie, From Fear to Faith. En eigenlijk, we hadden een bestuursvergadering en toen hadden we het erover van, ja, het is goed om hierover te gaan delen. En toen plannen we hem hierover tussen. En toen dacht ik in eerste instantie van, oh ja, dan duurt het wel heel lang voordat ik verder kan gaan met de serie. Want volgende week hebben we een gastspreker, daarna is het Goede Vrijdag en Pasen. Dan wordt het daarna pas. En ik was in mijn voorbereiding bezig en ik dacht op een gegeven moment van, oh, maar dit is eigenlijk een heel erg groot gedeelte van iets waar mensen heel erg vaak nog bang in zijn. En het spannend vinden en er nog niet zoveel mee kunnen. En ik geloof dat we ook hierin vandaag een stap mogen gaan maken from fear to faith. En waarom? Omdat een principe kan eng aanvoelen, zeker zolang je het hart en de gedachten erachter nog niet snapt. Op het moment dat je nog niet snapt waarom, dan voelt het als iets raars, is het eng. En dan is het ook van, ja oké, maar 10%, dat is best wel 10%. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, dat is niet 1%. Dat voel je wel even, menselijk gezien. Maar ik geloof dat we mogen afrekenen, ook hierin, met angst. En ik geloof dat dat niet alleen is door te zeggen van, oké, je moet het gewoon gaan doen en dan ga je wel van je angst afkomen. Maar ik geloof dat het hart van God achter elk principe jou voor elke angst in jouw leven zal opruimen. Want het is zijn hart vol goedheid. En ik wil je vandaag uitdagen, durf jij God ook hierin te vertrouwen zoals je hem vertrouwt in de andere zaken in je leven? Durf je hem ook te vertrouwen hierin dat wat hij wil, dat het goed is. Net zoals dat het goed is dat hij wil dat je gezond bent. Dat het goed is dat hij wil dat je geliefd bent. Dat het goed is dat hij wil dat je veilig bent. Noem maar op. Al die principes van wat Gods wil is, Gods hart, Gods verlangen, die pakken we en die denken we, ja, dat is mijn God. Ja, dat is mijn God. En vandaag geloof ik dat we onszelf mogen uitdagen om ook te geloven hierin dat zijn wil goed is. En ook goed voor jou is. Dus niet alleen goed voor hem, maar zijn hart gaat uit naar jou dat zijn wil goed is. Ik ben erachter gekomen, de principes van God maken dat je niet langer in angst leeft over geld, maar in vrijheid van zijn zegen kan genieten. Ik geloof dat dat is wat vanochtend met je gaat doen. Als je gaat pakken wat zijn hart is. En dan heb ik gelijk even een statement. Ik ben ervan overtuigd, ik geloof dat alles wat jij bezit, dat het niet van jou is. En dan denk je, ik heb er hard voor gewerkt. Ik geloof dat God de bron is van elke zegen in jouw leven. Als ik zeg van, God is de bron van de zuurstof buiten en binnen, waardoor wij kunnen ademen, dan zeggen we allemaal amen. Als we zeggen, God is de bron van jouw gezondheid, want hij is goed, dan zeggen we amen. Maar als we zeggen, God is de bron van al jouw bezit en al jouw inkomen, dus eigenlijk behoort het hem toe, kunnen we ook dan zeggen amen. Met dezelfde overtuiging, met dezelfde blijmoedigheid waar we net over lazen. We gaan er straks nog wat verder op in. Met dezelfde blijmoedigheid. En weet je wat zo mooi is? Op het moment dat het eigenlijk niet van jou is, valt er ook een hele druk van je schouders af. Want op het moment dat het niet van jou is, ben jij ook niet de eindverantwoordelijke ervoor. Hoef jij ook niet daarvoor te zorgen. Dan is dat ook aan de eigenaar. En ik geloof dat God dat ook aan je wil laten zien vanochtend. En ik heb in mijn eigen leven heb ik ontdekt, ik denk toen ik een jaar of 18 was, ik was eigenlijk altijd bezig met sparen. Ik ben verantwoordelijk opgevoed en ik had altijd zoiets van, oké, ik werkte veel in mijn tienerjaren en ik zette eigenlijk al dat geld apart, ik gebruikte nooit wat. En ik was eigenlijk altijd bezig met de toekomst en ik was bezig met sparen en vasthouden aan dat ik, nou ja, als er iets zou gebeuren, dat ik dat kon dragen. En zo was ik eigenlijk altijd met die mindset bezig. En in die zin maakte ik me eigenlijk ook daardoor heel veel relatief zorgen over geld. En ik was altijd bezig van, oké, heb ik straks genoeg voor mijn rijbewijs? Heb ik straks genoeg om te trouwen? En ik was altijd al vooruit bezig. En ik was daar, dat nam veel van mijn leven in beslag. Toen leerde ik Petra kennen. En die had een iets andere levensstijl.
die genoot. En ik heb dat oprecht moeten leren. Leren genieten. Maar wat God me daarin bovenaan liet zien, is, je mag genieten, maar ook het stukje, kan je het loslaten? En dat was eigenlijk synchroon, daarin liep de tijd dat God me liet zien van, hey, maar als jij gelooft bent dat ik jouw bron ben in alles in je leven, dan ben ik toch ook hier de bron van. Dan ben ik toch ook de bron van alles wat er bij jou binnenkomt, straks wat je op de bank hebt staan, dan ben ik toch daar de bron van. En als ik daar de bron van ben, dan is dat toch niet afhankelijk van jou? En ik geloof dat op het moment dat we beseffen dat hij de bron is en wij niet zelf, valt er ook een last van onze schouders af. Want op het moment dat je zelf de bron bent, ben je zelf verantwoordelijk. Ben je zelf degene die ervoor moet zorgen. Ligt de druk bij jou. Maar God zegt, ik ben jouw bron. Ik ben jouw bron van zuurstof dat je inademt. Ik ben de bron van leven. Ik ben de bron van liefde. En ik ben ook de bron van voorziening voor jou. Ik ben de bron van voorziening. En ik ben er toen verder ingedoken. En ik kwam er dus achter dat ik hoef niet langer in angst voor tekort te leven, maar de zegen is afhankelijk van mijn God. En daar dook ik verder in. En toen kwam ik tegen dat wij een rentmeester zijn. De Bijbel zegt dat wij een rentmeester zijn hier op aarde. En weet je wat een rentmeester betekent? Dat is iemand die de financiële en zakelijke beheer voert over ontroerende goederen van iemand anders. Op het moment dat wij rentmeester zijn, als wij beseffen, wij zijn een rentmeester, dat betekent dat we eigenlijk niet ons eigen geld beheren, niet onze eigen bezittingen beheren, maar dat alles in ons leven van God is. En dat wij het mogen beheren namens Hem. En wat ik zo mooi vind, een rentmeester, een goede rentmeester, die leert te handelen naar de wil van degene die het eigenlijk bezit. Dat is wat een rentmeester doet. Die denkt niet, ik trek mijn eigen plan hiermee. Die luistert naar de wil van de eigenaar. En ik geloof zo ook dat wij die stappen mogen maken. Dat we beseffen van alles wat we hebben, hebben we gekregen van, en we zijn er een rentmeester over. En wij mogen ontdekken hoe de eigenaar, hoe God hiermee wil handelen. En dan krijgt alles wat we hebben, krijgt een hele andere lading. Want dan is alles ten diepste om Gods koninkrijk mee te bouwen. Dan is alles ten diepste om daarmee te doen wat Gods verlangen is. En dan mogen we ook nog eens ontdekken dat een van zijn doelen daarin is dat je mag zegen, dat je van de zegen mag genieten in je leven. Dat je mag genieten van wat hij je geeft. En wanneer we zo naar geld kijken, geloof ik dat alles anders wordt. Omdat we dan eerst naar zijn wil kijken en daarna naar onze eigen wil. En dan als we 2 Korinthe 9 kijken, vers 10 en 11 hebben we net gelezen. God die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook uw zaad geven en het laten ontkiemen. Wat ik zo mooi vind, het is God die het zaad geeft. Het is God die het zaad geeft in jouw leven. God die de zegen geeft in jouw leven. Dus dat is niet door eigen werken, dat is niet eigen verdiensten, maar dat is wat Hij heeft gedaan. Dat is wat Hij heeft gezaaid voor jou. Dat is zijn werk. En van daaruit mogen we dus ook ontspannen en weten, het is zijn werk. Het is niet op mijn eigen werk aangewezen. En dat Hij de bron is, dat snappen we als het gaat om een profetisch woord over, als we in een aanbidding zijn, maar durven dat ook toe te laten in het materiële in ons leven. En als we dan kijken naar het tiende, we gaan zo direct nog een aantal Bijbelversen zien waarin God daarover spreekt. Toen ik vanuit dit oogpunt ging kijken, toen dacht ik op een gegeven moment van, maar wacht eens even, dan vraagt God dus niet om 10% wat ik heb verdiend, maar Hij geeft mij 90%, vertrouwt Hij me toe van waarin Hij heeft voorzien. Dus als je zo kijkt naar dit principe, zijn hart daar zo in pakt, dan gaat het dus niet over, jij moet 10% geven van wat jij hebt verdiend. Maar als Hij de bron is van alles in jouw leven, dan vertrouwt Hij je 90% toe van wat Hij heeft voorzien in jouw leven.
En ik geloof dat daardoor die 10% ook een andere dimensie krijgt. En vandaag willen we het principe neerleggen zoals wij er als gemeente ook in geloven. En we geloven dat die principes de gemeente tot zegen zijn, maar ook jou persoonlijk. Ik ken zoveel getuigenissen van mensen die bekend raakten met het principe van tiende. We gaan zo direct ook zien dat de Bijbel dit ook zegt. En dat ze de zegen over ervoeren. En dat klinkt misschien gek, maar dat ze de zegen ook financieel zelfs daarin proefden en ontvingen. Dus je gaat 10% erop achteruit, tussen aanhalingstekens. Maar de zegen in je leven wordt veel groter. Maar allereerst het hart van God ook achter dat stukje tiende. Dat lezen we in Spreuken 3, vers 9. Ik ben toch echt even aangewezen op je eigen Bijbel vandaag. Aangezien je niet mee kan lezen achter me. Spreuken 3, vers 9. En vers 10. Eer de Heer met al je rijkdom. Met het beste van de oogst. In andere vertalingen staat het de eerstelingen. Graan zal je voorraadschuren vullen en kuipen lopen over van wijn. Wat ik hierin zo mooi vind, is God is niet alleen uit op 10% of iets, nee, maar zijn hart klinkt hierin door. Eer de Heer met je rijkdom, met het beste van de oogst. De eerstelingen van de oogst. Het allereerste. En dit is eigenlijk een vraag die steeds weer terugkomt in het leven van een discipel. Wil ik God het beste geven? Een paar maanden geleden noemde ik het in een van de preken van willen we God het beste geven? Geven we hem het beste van onze tijd? Of krijgt hij die 10 minuten voordat we in slaap vallen en dat we eigenlijk al heel erg moe en uitgeblust zijn? Of geven we hem het beste van de tijd? De ene is een avondmens, de andere is een ochtendmens. Maar geef je het beste van je tijd? Geef je de tijd dat je helemaal gefocust bent op hem. Geef je het beste van je tijd aan hem. En dat verlangen lees ik hier ook in. God verlangt niet alleen naar die 10%. Hij verlangt naar het beste, het mooiste. En dat heeft niets te maken met een regel of een wet. Nee, dat heeft te maken met zijn hart. Hij verlangt naar het beste van jou. En dat kan hij van je vragen. Dat kan hij van mij vragen. Want hij heeft het beste heeft hij gegeven voor jou en mij. Met de Heer Jezus gaf hij het allerbeste, het allermooiste wat hij had, heeft hij gegeven voor jou en voor mij. En van daaruit mogen wij antwoorden. En zegt de Bijbel dus het beste. En je hoort sommige mensen wel eens zeggen van ja, maar ik geef mijn tiende in tijd aan God. Of in andere facetten. En ik zeg heel eerlijk dat dat vind ik altijd wel lastig om te horen. Want in heel veel dingen nemen we de Bijbel heel letterlijk en heel serieus. We geloven dat Jezus op de derde dag is opgestaan. Daar gaan we ook niet mee schuiven. Van ja, het had ook de vierde dag kunnen zijn. Nee, er staat de derde, dus we geloven de derde. We geloven dat de aarde dat die is geschapen in 6 dagen. Dat de 7e dag de rustdag was. Ja, want het staat er, dus dat geloven we. En op het moment dat de Bijbel hier heel duidelijk ook over schrijft, dan hebben we toch een beetje de neiging om dat zelf in te vullen zoals we dat zelf fijn vinden, zoals we dat zelf lekker vinden. Ik noemde net al, van als we het hebben over zieken de handen opleggen, dan zeggen we van nee, maar dat doe ik dan net even anders. Nee, want de Bijbel zegt zieken de handen opleggen, dus we leggen zieken de handen op. En ik geloof dat het tijd is, dat ook als het gaat over de dingen die we misschien wat minder gemakkelijk vinden, of die we moeilijker te pakken vinden, dat we daarin ook een stuk durven zeggen, Heer, ik wil gehoorzaam zijn in alles in mijn leven. Ik wil gehoorzaam zijn in alles in mijn leven. En nogmaals, dan zie je dat God heeft het niet nodig voor jou, maar het gaat een zegen zijn in jouw leven. Elke gehoorzaamheid, daar volgt zegen op. Elke gehoorzaamheid in je leven die je hebt naar God, daar volgt een zegen op. En ik geloof ook hierin. En kunnen we het beste hierin ook geven? En kunnen we geloven dat het echt altijd is dat Gods principes goed zijn voor ons? Dat ze goed zijn voor jou en voor mij. Dus ook als het hierover gaat, ook als het gaat over geven, dat geven dus goed is voor jou. Want dat is Gods hart. Dat is zijn verlangen. Dat je daarin ook de vrucht gaat plukken. En dat lezen we in Maleachi 3, vers 10 en 11.
volk zit in een fase waarin het de tiende en de heffingen achterhoudt, staat er iets eerder. En dan zegt God, stel mij maar eens op de proef. Ik vind het wel mooi dat als God dat zegt, zegt de Heer van de hemelse macht, breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel is in mijn tempel. En zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie zal openen en zegen in overvloed op het land laat neerdalen. Ik zal de sprinkhaan onschadelijk maken, zodat hij de opbrengst van de aarde niet kan verwoesten. En de druiventros zal niet meer verdorren in de wijngaard, zegt de Heer van de hemelse machten. Dit is wat God zegt voor jou als het gaat over de zegen. En wat ik belangrijk vind om te noemen is, vaak hoor je dus van, ja, maar dat is het Oude Testament, dat is de wet. De wet is vervuld, daar zijn we van vrijgekocht. Dat klopt allemaal. Alleen het tiende principe is niet uit de wet. Dat was daarvoor al. We zien al bij Abel dat hij zijn eerstelingen zijn tiende gaf. We zien al bij Abraham dat hij een tiende gaf aan Melchizedek. Daar komen we zo direct op terug. We zien bij Jacob dat hij zijn tiende gaf aan God. En dat was allemaal nog ver voor de wet van Mozes. Dus we mogen daarin Gods hart zien. We mogen daarin de zegen zien die het ons brengt. En ik zei net al, God heeft tiende niet bedacht. God heeft dat financiële niet bedacht omdat hij het nodig heeft. Maar ik geloof omdat wij het nodig hebben. Want wij hebben het nodig om afhankelijk gehouden te worden van hem. Wij hebben het nodig dat we hem blijven zien als de bron van alles in ons leven. Niet alleen van het geestelijke, zogenaamd, maar alles. Want alles komt voort uit God. En die gehoorzaamheid die gaat je zegen geven. Kijk maar naar Malachi 3 vers 10. Breng de tiende naar mijn voorraadkamer, zodat de voedsel in mijn tempel is. Wat ik mooi vind, is dat is het stukje. We zien hier een tweeledige zegen. Aan de ene kant dat het het huis van God zegent, maar aan de andere kant ook dat het jou gaat zegenen. Want hij zegt, zodat de voedsel in mijn tempel is. Het is belangrijk dat de kerk, dat een plek is van voedsel voor jou en voor mij. De gemeente moet een plek zijn waar jij kan eten. De gemeente, we hopen dat ook snel in de praktijk te kunnen brengen. Met lekkere broodjes na de dienst. Maar we hebben het nu over het geestelijke voedsel. De gemeente is de plek waar jij Gods woord tot je mag nemen. De gemeente is de plek waar je het voedsel van God nodig hebt. En wat ik mooi vind is dat er dan staat, zodat er voedsel is. Ik geloof dat er een zegen zit voor de gemeente. Als we dit principe pakken met elkaar. Als we daarin gaan leven met elkaar. Als we daaruit gaan leven met elkaar. En dan staat er, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed over jullie land laat neerdalen. Dan gaat het niet meer zozeer om zijn huis. Dan gaat het niet meer zozeer om de gemeente, om de kerk. Maar dan gaat het over jullie. En dit is wat God zegt tegen jou en tegen mij. Zie dan niet of ik de zegen op jou laat neerkomen. Of ik de sluizen van de hemel niet zal openen. En dat vind ik ook zo mooi en belangrijk. Van, God is niet boos wanneer je niet in dit principe wandelt. Je bent niet minder kind van God. Je bent niet minder geliefd. Je bent niet minder belangrijk. Dat staat er allemaal niet. Maar het staat alleen dat het de sluizen van de hemel voor zegen zal openen. Dat het de sluis van de hemel voor zegen in jouw leven zal openen. Het staat ook niet bij wat voor zegen. Hè? Het staat niet van, als je 10% aan mij geeft, ga ik het verdubbelen en krijg je 20% op een of andere wonderbaarlijke manier terug. Zo werkt het niet bij God. Maar hij zegt, ik zal mijn sluizen openen om met zegen over je land te komen. En jouw land, jouw leven, in elk facet wil hij zegen brengen. Elk facet van jouw land, elk facet van jouw leven, daar wil hij zegen in brengen. En ik geloof dat dit een van de principes is die sluizen van de hemel voor je opent. Zodat die zegen kan neerdalen op jouw leven, op jouw land. Dus enerzijds brengt het zegen voor de gemeente. Ik heb wel eens gezegd, ik heb het wel eens eerder gezegd al, van ik geloof dat als 100% van de gemeente dit principe pakt en tiende geeft, dan heb ik beloofd, dan halen wij geen offers voor de gemeente meer op. Het kan zijn dat we een keertje voor een speciaal doel, als we
iets om uit te reiken naar de armen of naar de stad of iets. Maar dan halen we voor de gemeente geen offers meer op. Want ik geloof dat dit principe van God, dat het waterdicht is. Alles wat God doet is zo doordacht, is zo perfect. Dan hebben we niks anders meer nodig. Dan hoeven we geen andere offers meer te brengen. Afgezien van dat we dat kunnen doen voor armen in onze omgeving. En weet je, dit is het hart van mij. En ik geloof, dit is ook het hart van het bestuur, weet ik. En dit is het hart van onze gemeente. Vorig jaar ging ik een muskatlon doen. En ik ging samen met een vriend van mij, gingen we een sponsorloop op zijn school doen. Hij is leraar op een middelbare school. En hij mocht dat doen. We mochten de kerstviering doen. Dan mochten we het evangelie laten horen op een niet-christelijke school. Dat was al super vet. Alleen daarom wilde ik al die sponsorloop heel graag doen. Maar daarnaast mochten we dus ook nog de sponsorloop doen om geld op te halen voor Compassion. En van tevoren hadden we zoiets van, oh ja, hier kunnen we echt misschien wel 10.000 euro mee ophalen. Hier gaan we echt grote aanpakken en alles. En ik denk dat we wel op 20 euro per persoon kunnen rekenen aan sponsorgeld wat ze ophalen. Of misschien wel 30. En we waren er zo mee bezig. En op een gegeven moment merkten we van, nou, dat gaat toch wel iets minder worden als dat we dachten. Maar weet je waar ik zo bij bepaald werd? Sommige leerlingen, die kwamen terug en die kwamen met 80 cent waarvoor ze gesponsord waren. En God liet me toen wat zien. Want misschien kan je menselijk dan denken van, dit is een gemiste kans. Of menselijk denk je dan zelfs wel van, oké, dit incasseren kost nog meer als dat ze hebben opgeschreven. Maar het waren uiteindelijk wel honderden leerlingen die ermee aan de slag waren gegaan. En kwamen ze allemaal met 20 of 30 euro, wat we hadden gedacht misschien en hadden gehoopt? Nee, dat niet. Maar ze waren allemaal, kwamen ze trots, kwamen ze, mijn vriend deed Job, en kwamen ze die sponsorkaarten brengen. En de ene kwam wel met veel en de andere kwam met minder. Maar weet je wat God me daar liet zien? Hij zei tegen me van, het maakt niet uit wat er binnenkomt, maar al deze gasten hebben het hart van Compassion, hebben ze geproefd. Al deze gasten, zonder dat ze mij kennen, hebben ze mijn hart geproefd. En daar gaat het om. Weet je, en we zijn op een zoektocht naar een vaste plek, een vast gebouw waar we gewoon alles samen kunnen doen wat de hele week tot onze beschikking is, waar we niet meer elke week moeten op- en afbouwen en alles, noem maar op. En dan bekruipt je snel de gedachte, en dat wordt ook vaak gezegd, van, er hoeft maar één ondernemer te zijn. Er hoeft maar één iemand te zijn die een miljoen over heeft en die wil investeren, bij wijze van spreken. Maar wat ik hier heb geleerd met die sponsorloop, is, daar wil ik helemaal niet op uit zijn. Ik geloof dat de kracht zit in een gemeente die de principes van God pakt met elkaar. En het hart van God daarin ontmoet met elkaar. En dan komt alles op Gods tijd. Dan komt alles op zijn manier, op zijn tijd. En weet je wat dan zo mooi is? Dan heeft iedereen er ook deel van gehad. Want ik verzeker je, ik heb al een keertje meegemaakt dat we een gebouw gingen inrichten, gingen openen. En dat gemeentebreed gedragen werd in Leiden. En dan is het deel van iedereen. En dan is iedereen daar enthousiast over. En dan pakt iedereen wat je aan het doen bent met elkaar. En dan is het niet zo van, oké, dit is geregeld voor de gemeente. Nee, dit hebben we gebouwd met de gemeente. Met God als bron. En ik geloof dat dat belangrijk is om iedere keer weer te beseffen. Hij is er op uit om jou te zegenen. Hij wil jou zegenen. Dus ik geloof dat dit een van de facetten is waarmee de sluizen van de hemel opengaan. En als we daarin een stukje gehoorzaamheid hebben. En ook al denk je misschien nu van, oké, maar hoe dan? Ik geloof dat de zegen van God erover komt. En het laatste punt hierover, wat ik je niet wilde onthouden, gaan we naar Romeinen 11. Romeinen 11, vers 16. Ik was een boek aan het lezen, en daar ga je straks nog wat meer over horen. En daar, de schrijver noemde dit. En ik had dit nog nooit eerder gezien. Maar dat vind ik zo mooi. Want in jouw tiende, in jouw eerstelingen, wordt ook de rest geheiligd. Wordt ook de rest gezegend. Wordt ook de rest geheiligd, betekent apart gezet. Amen. Laten we het lezen. Romeinen 11 vers 16.
Als een klein deel van het deeg, staat er in de MBV, aan God is gewijd, is al het andere deeg het ook. Als de wortel aan God is gewijd, zijn de takken dat ook. Hier staat als een klein deel van het deeg is gewijd, dan het andere deeg ook. Als je kijkt naar de grondtekst, naar de MBG-vertaling ook, dan staat er als de eersteling van het deeg, als het eerste gedeelte, als jouw tiende is gewijd aan God, dan is al het andere deeg dat ook. Dan is al jouw andere bezit is dat ook. Weet je dat ik dat geloof? Dat op het moment dat we die stap nemen, dat daarin ook de rest van ons bezit, ook de rest van ons inkomen, geheiligd is door God, apart gezet. En ik geloof dat dat twee redenen heeft. Eén, hebben we net gelezen in Malachi 3 vers 11, dat de sprinkhaan, wordt vaak als beeld van de duivel genoemd, die is erop uit om je kaal te vreten. Die is erop uit om te zorgen dat je arm wordt. Die is erop uit om te zorgen dat je tekorten hebt. En Malachi 3 vers 11 zegt, en ik zal de sprinkhaan weghouden, ik zal de sprinkhaan vernietigen, zodat jouw land goed zal zijn en opbrengsten zal hebben. Dus aan de ene kant beschermt het jou tegen de invloed van buiten op jouw bezit. Maar aan de andere kant geloof ik ook dat op het moment dat je geld geheiligd wordt daarin, dat het ook wat met jezelf doet. Ik geloof dat wij het nodig hebben om afhankelijk gehouden te worden van God. Want wij mensen denken heel snel dat we zelf iets bereiken. Wij denken heel snel dat we zelf misschien wel de bron zijn van het goede dat we doen. We zijn daar gevoelig voor. En ik geloof elke keer, ik weet het ook van mezelf, elke keer als ik zie van oké, mijn tiende is naar de gemeente te gaan, dan is dat weer een stukje dat ik gewoon bewust even dankbaar wil zijn voor God, dat Hij mijn bron is. Dat ik er bewust voor kies van, Heer, ik ben volledig afhankelijk van U. Dat ik het gewoon vaak ook nog even hardop zeg. Want het houdt mij afhankelijk van Hem. Het laat mij elke keer weer zien van, wauw, U bent de bron. En elke keer als je ernaar kijkt, dan kun je er een nulletje achter zetten. En dan kun je God danken voor alle zegen die Hij jou geeft. Het houdt je dankbaar. Het houdt je bewust van dat Hij de bron is. En ik geloof dat het geven van tiende, dus aan de ene kant is je geld geheiligd, zodat het, en je bezit geheiligd, zodat het veilig is voor de tegenstander. Maar aan de andere kant zorgt het er ook voor dat het dat je eigen gedachten, je eigen hart bewaakt. En dat je leven dan niet door geld wordt gedreven, maar dat het beste altijd aan God wil geven. En daar zit een zegen op. En ik wil afsluiten met het verhaal van Abraham en Melchizedek. Dus dat is na Abel de eerste keer dat je het zo duidelijk ziet in de Bijbel. En wat ik zo mooi vind en wat ik ook echt wil benadrukken. Melchizedek kwam eerst met het brood en met de wijn. Hij kwam dat eerst brengen naar Abraham. En als respons daarop gaf Abraham gaf zijn tiende. Dus denk niet ooit dat je de gunst of de liefde of de acceptatie van God kan verdienen door zelf te geven. Nooit. Misschien heb je dat soort termen wel eens gehoord in gemeentes waar je hebt gezeten. Dat is een dikke vette leugen. Laat je nooit misleiden daarin. Nee, als een respons op Melchizedek is het beeld van Jezus Christus. Als respons op het offer dat Jezus bracht, waardoor jij een kind van God bent. Daarop gaf hij zijn tiende. Niet de andere kant op. Dus laat je daarin nooit misleiden. Denk nooit van, als ik dat geef, dan. Nee. Er zit een zegel op. Maar het heeft nooit enige invloed op Gods liefde voor jou. Die wordt niet groter of kleiner. Het heeft nooit invloed op de positie die jij hebt in God. Want jij bent zijn kind. Of je dat principe nou pakt of niet. Jij bent en blijft zijn kind voor altijd. Op het moment dat jij Jezus hebt aangenomen in je leven. Maar zijn principes, die zijn goed voor jou. Daarom heeft hij ze gegeven. Hij heeft de wet gegeven omdat het goed was voor het volk Israël. Ze konden zich er niet aan houden en daarom kwam de Heer Jezus om gerechtigheid te brengen. Maar op zich, de wet is goed. De Bijbel zegt ook, de wet is volmaakt. Het enige wat de wet miste was de potentie om te heiligen. En dat heeft Jezus voor ons gedaan. Die heeft ons geheiligd door zijn offer. En ik wil je vandaag uitdagen om
te zeggen van ik wil trouw zijn aan de principes van God en gehoorzaam zijn daaraan. We doen het als we uitstappen om te bidden voor zieken. We doen het als we zeggen van oké, ik geloof dat als ik het evangelie ga verkondigen, dat het evangelie binnenkomt bij mensen, dat mensen tot bekering gaan komen. We zien overal van oké, als ik deze stap zet, dan geloof ik dat God doet. Als ik deze stap zet, zie ik dat God het zegent. Als ik deze stap zet. En ik wil je uitdagen om dit principe in je leven te gaan sluiten. Om dit principe, wat gefundeerd is op het woord van God, om het te omarmen en om te zien van, oh, maar het is niet omdat God het nodig heeft, maar het is ook een principe wat mij gaat zegenen. Het is een principe wat mij dichter bij zijn hart brengt. Daarom vind ik het zo mooi dat er stond in Spreuken 3 met het beste. Hij vraagt het beste van jou daarin, omdat hij het beste heeft gegeven. En dat is precies hetzelfde als wat hij in elk ander verzet in je leven vraagt. Mag ik het beste van je tijd? Mag ik het beste van je gaven en talenten? Wil je dat inzetten voor mij? Wil je daarmee met mij wandelen? En daarin ook, mag ik het beste van jou bezit? Want dan kan ik het zegenen. Dan kan ik het helemaal openen voor zegen. En dan kan ik het ook nog heiligen. Kan ik het ook nog apart zetten. Kan ik ook nog zorgen dat het voor jou tot zegen zal zijn en niet tot stress. Weet je, ik geloof dat dit principe een overgang kan betekenen in jouw leven van stress naar zegen. Misschien zit je maandelijks in de stress over je financiën. Ik geloof dat het een overgang kan zijn van stress naar zegen, omdat je zijn hart pakt. En omdat zijn zegen daarop is. En wat ik mooi vind is, Melchizedek kwam eerst met het brood en de wijn. En als reactie daarop bracht Abraham dit principe in praktijk. En ik wil het ook in die volgorde heel bewust doen. Dat is waarom we ook het avondmaal vieren na de preek. Omdat we het willen bewust in die volgorde doen. Ook als statement van wij geloven dat niets in jouw positie, niets in de liefde van God afhankelijk is van wat je daarna gaat doen. Hij heeft zijn leven gegeven, hij heeft zijn bloed gegeven voor jou. Omdat hij van je houdt. Omdat je zijn kind bent.